laten opruimen. En wat hebben de hondjes gedaan? Ga je lekker wat drinken maken, schat? Ja, ik ben de barman. Weer de barman voor vandaag. Wat zin in? Wat zin in? 1, 2, 3. Hoi, welkom bij een nieuwe weekvlog. Als jullie deze week nog kijken, zitten we al in 2021. Ik hoop dat het voor iedereen een heel mooi jaar gaat worden. En hopelijk kunnen we dit verschrikkelijk jaar achter ons laten met al het corona gebeuren. Hopelijk kunnen we snel weer naar een feestje en lekker uit eten, zodat alles weer normaal wordt. Ik heb weer een hele leuke weekvlog voor jullie. En in die weekvlog gaan jullie twee verrassingen zien. Goedemorgen, Lokkie. Lekker geslapen? Moet je even wakker worden. Heb je lekker geslapen in bed? Ja, de baas is het niet. Nee. De baas die is met zijn papa naar Duitsland. Dus die moest vannacht heel vroeg weg. En ik hou echt niet van alleen slapen. En ik had eerst Jimbo bij me gedaan, maar die wou niet slapen. En jij wel. We gaan Jimbo zoeken. Oké, kom. Oké, iedereen denkt dat Jimbo lief is, toch? Ja. Yep. Jullie denken dat ook, toch? Gaan we hem zoeken? Waar is hij? Pas op, hè? Hij gaat je pakken, hè? Jimbo, ben je verstopt? Is het te druk voor jou? Wat deed hij? Nee, hij ging naar me toe. Wat deed hij? Vind je Sissy wel lief? Die is liever, hè? Nou heb je een nieuw vriendinnetje. Bye bye Jimbo. Hello Sissy. Ik moet jullie iets heel leuks laten zien. Want van een hele lieve klant heb ik echt iets heel leuks gehad. Moet je kijken. Dat ben ik. Kijk dan, wat lief. Gewoon een kussentje. Kijk nou. Ayla, Marta. Helemaal blij mee. Zo lief. Nou, ik heb vandaag ook nieuws gehad. En wij moeten toch wel de deuren sluiten. Dus ja. Ik heb vandaag mijn laatste klant van het jaar. Gigi, die ga ik nu nog eventjes mooi maken. Ja, eigenlijk moet ik nu al dicht. Maar ja, de klant was er al met de hond. Dus ja, die ga ik niet meer wegsturen. Dus we gaan Gigi nu klaarmaken. En dan gaan we de salon maar opruimen. En dan ja, vakantie hopelijk tot 19 januari. Ik ben wel benieuwd. Nou, ik hoop wel dat we dan een beetje open mogen. Maar ja, toch vind ik het wel een beetje vreemd dat ik dicht moet. Want meer in de zin van het is alleen brengen en halen. Eigenlijk heb je geen contact met de mensen. Maar ja. Dus hopelijk houdt iedereen zich een beetje aan de coronaregels. Hoe moeilijk het ook is. Maar ja, we lossen het alleen maar op als we er allemaal ja, ons aan houden. Maar ik zie toch nog wel dat heel veel mensen privéfeestjes geven. En dan denk ik ja. Waarom nou nog nu in deze tijd, vooral als alle winkels dicht moeten? Het wordt alleen maar erger. Maar ja, hopen dat we snel weer een beetje een normaal leven terug hebben. Nou, dat is een vrolijke laatste klant van het jaar. Chichi, ja! Oh, je bent zo lief, hè, kind. Ja, en Peps? En Jeet? Jeet? Ja, hi! Oké. Ik was de salon even aan het opruimen. En wat hebben de hondjes gedaan? Bijna op het laatste dag. Hier, Pepsi. Jij hebt bij je mond. Kijk nou. Op de laatste dag. Ze hebben gewoon echt een broodje uit. Marta, je wilde nog pakken ook. Wie heeft dit gedaan? Hé, ik ben heel even weg. Wie was dit? Wie heeft dit gedaan? Sarah, oh, wie heeft het gedaan? Heb jij? Oh, en jij? Oh, ga je dansen? Oh. Oh, laatste. Laatste paar dagen en ze zijn cadeautjes had. Kijk, zelfs deze hebben ze helemaal opengemaakt. Wie was dat nou van jullie? Ja, jij hebt jezelf verraden, vriend. Jij hebt papier in je mond. Yay, vandaag is eerste kerstdag. Gisteren met kerstavond hebben we lekker op de bank gelegen met de hondjes. En ik moet jullie nog even iemand voorstellen. En niet één iemand, maar twee.
Jullie hebben in de vorige vlog al gezien dat ik een hondje aan Sarah liet zien. En... kom eens, Sissy. Dat is de dochter van Loekie. Sissy. Dat is ons nieuwe hondje. Hé, Sissy? Ja. Hi, Sissy. Hallo. Oh, dan willen ze allemaal aandacht. Sissy, hallo. Sissy was eigenlijk niet de bedoeling. Svetlana had Sissy verkocht in Nederland. Maar het baasje wou Sissy niet. Dus toen dachten we, dan houden wij me Sissy. En dat is de dochter van Loekie. Dus dat maakt het eigenlijk wel heel speciaal, hè? Alsof het zo moest zijn dat je bij ons was. Of je niet op de camera? Nee. En nu ga ik jullie nummer 2 voorstellen. Dat is Pepsi. En Pepsi is een klein mannetje. Echt een klein mannetje. Ik ga hem jullie laten zien, want ik ben echt helemaal verliefd op hem. Hi. Wat doe je met je mond? Je hebt aan Sissy geroken, hè? Sissy loopt. Pepsi. Dan hebben we een Pepsi en een Sissy. Hallo. Pepsi en Sissy, dat is leuk. Ja. Het ziet eigenlijk wel goed uit dat Pepsi er nu is en Sissy. Dus nu met lockdown kunnen wij lekker gaan genieten van de pups. Lekker met de andere hondjes knuffelen. Ja, en nu gaan we lekker thuis kerst vieren. En vandaag komen alleen Oscar en Sabrina langs. We gaan lekker met z'n viertjes wat eten bij ons thuis. En morgen met de kinderen van Mem en met mijn tweelingbroertje. Dus wij houden het lekker rustig deze kerstdagen. Nou, onze boom is nu wel helemaal gevuld met cadeautjes, jongens. Ja, dat ziet er leuk uit. En wat zit daarin, jongens? Ja. Ga je lekker wat drinken maken, schat? Ja, ik ben de barman. Ben je de barman voor vandaag? Oscar, wat ben je aan het maken? Het ziet er heel lekker uit. Chef's steak tartare. Ik heb nog nooit zo'n sexy kopje in de keuken gezien. Nee. Waarvoor ik bedoelde jou. Steak tartare. Oh, het ziet er zo mooi uit. Carpaccio. Oké, eten en cadeautjes. Daar is het kerst voor. Mmm, excited. Cool aankomen. Yay! Dit is een mooie. Dankjewel. Ik dacht echt elke keer dat dit van Sabrina was. Ja. We staan ook echt letterlijk. Sabrina op. Sabrina op. Maar dat heb jij erop geschreven. Ja, want ik dacht dat ik jouw cadeautje was. Ja, maar Oscar zei... jij zei toen, dit zet ik voor Sabrina onder de boom. Ja. Want anders wist ze al wat het was. Ik zie hem kijken. Nee. Nee, ik heb niet gekeken. Je was erbij dat we het kochten, dus vandaar. Ja, maar ik heb het niet. What's in it? Nee, schat, voor je lippen. Oh, lippen. Nee, maar gaat op die wenkbrauw. Ja, oh, wat lief. Is er nog bij? Ik krijg een parfumetjes. Oh. Is dat een hint? Ja, je moet vaak een lipstick dragen. Het staat je heel mooi. Ja. De hondenmama, die doet niet zo vaak. Ja, maar dit is een mooie. Deze past wel precies voor mij. Daarom. Oh. Nice. Mag jullie niet kussen? Dankjewel. Heb je gekregen, Ossie? Lekker mutsie. Oh, van je vrouwtje. Zo. En een lekker luchtje. Een heel lekker luchtje. Oh. Lekker hoor. Nou, bij jou aan de beurt, zo. Daar staat hij. Die mag ook wel eten wat erin zit. 1, 2, 3. Oké, Sabine, nee. Grij maar, het is een geidoos. Oh, wat is dit? Wat is dat? Oh. Oh. Ik word hier zenuwachtig voor, jongens. Het ziet er wel uit. Wat zal het zijn? Hondjes. What's in it? Wow. Voor je verzameling. Oh, vet mooi. Oh, dat is echt heel leuk. Is het een... Oh, wat is dat nu? Zo, een paar gerechtjes en heel veel cadeautjes verder. Kijk, schat. Loopboot. Wow, chic. Van mijn schatje. En Lottie. Kijk.
Een mooie trui. Lekkere schoentjes. Om in te werken ook. Lekker. Ja. Met hondjes te lopen. Ja. En kijk wat een sappie. En oors. Oh ja. Geurkaarsje. Mooie kaars. Vandaag is het tweede kerstdag. We zijn vandaag gezellig met de kinderen van Men. En kijk eens. Vandaag onze chefkok. Huh? Lekker. De vlees is ook weer schat? Wagyu vlees. Nou, we hebben een lekkere salade. Devin. Oh, lekker. Jullie krijgen straks ook wel een klein stukje hoor. Ja. Nou, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze weekvlog. Ik hoop dat jullie het allemaal weer heel leuk hebben gevonden. En ik wil iedereen echt onwijs bedanken voor het supermooie jaar. We vloggen nu alweer bijna 1 jaar. Want ik ben alweer bijna 1 jaar verloofd. Dat gaat zo snel. Vorig jaar in januari zijn wij natuurlijk lekker naar de Malediven gegaan. Dus de tijd is voorbij gevlogen. Af en toe kan ik echt niet beseffen dat dit jaar gewoon zo snel voorbij is gegaan. Maar ja, alleen maar beter. Hopelijk wordt alles weer heel snel normaal. En ik zie jullie weer volgende week. Nou, dankjewel!